Ik ben al 20 jaar betrokken bij het project Oostrand Noordoostpolder. De wilde flora te tellen. En mijn grote hobby is de laatste jaren vooral gericht op de orchideeën. De Uiterdijkerweg die 9 kilometer lang is, daar staan ongeveer 18.000 wilde orchideeën. Dat is een van mijn grote liefdes. Voor 20 jaar terug zijn we met een hele groot mensen bij elkaar gekomen, want deze bermen waren ernstig vervuild. Bedoel ik dus mee dat er niet eigen grond, dus grond wat ergens anders vandaan kwam, is in al deze berm gestort. Voorheen was het een prachtig gebied en dat is nu terug hier aan de oostrand van de Noordoostpolder. Deze bermen die zijn ontzettend rijk, de biodiversiteit is enorm. Heel veel vlinders, libellen, allerhande rupsoorten die hierop komen en dat maakt het dat het zo'n geweldige berm is. Dan zullen mensen zich afvragen wat ik nou met dat ding in de hand doe. Dat is een klikkertje. Dus elke orchidee die ik zie, die geef ik een klikje. En dan telt hij dat gewoon. En dat stokje gebruik ik gewoon. Als er heel veel staan, dan zet ik de voet ergens neer. En dan leg ik het stokje een meter verder. En dan tel ik alles wat tussen het stokje en de voet tot aan de sloot toe. Ik ben heel erg trots op het rapport wat verschenen is. Dat ik daar dan heb mee mogen werken. En het is ook een beloning voor alle werk wat aan het gebied gedaan is. Dat is gewoon geweldig. Ik wil het stokje graag doorgeven aan de volgende partij.